Ik heb een goed verhaal. Veel sprekers vinden van zichzelf dat ze een goed verhaal hebben. En ze bedoelen dan eigenlijk, ik heb een juiste theorie gebruikt en ik verwijs naar de juiste bronnen. Na een tijdje komen ze erachter dat dat niet genoeg is om overtuigend te zijn. De Romeinen wisten dit ook al en wisten dat je passendheid moet toevoegen. Zij noemden het aptum. Past dat wel bij jou? Past dat bij je boodschap? Maar vooral past het bij je publiek? Stel, ik ben een wat formeel persoon en ik ga geforceerd grappig een verhaal vertellen. Grote kans dat het totaal niet overtuigend is, omdat het publiek dat direct doorheeft. Maar het belangrijkste is je publiek. Waar zijn die mensen gevoelig voor? Wat willen ze graag horen? Wat vinden zij belangrijk? Stel, mijn goede verhaal is dat we over moeten naar een flexibel kantoorconcept. Dan ga ik het MT vooral uitleggen dat het kostenbesparend werkt. Maar tegen mijn collega's zal ik vooral zeggen dat ze van nu af aan de vrijheid hebben om hun eigen werkplek te kiezen. Aptum, passendheid, wie is je publiek? Denk daar eens aan de eerstvolgende keer dat je bij jezelf denkt, ik heb een goed verhaal.